Zo, Jan Willem, daar zijn we weer. Een paar dagen verder, misschien een paar weken verder van mij. Patrouille. Ja, we zijn nu lekker aan het patrouilleren. We hebben net koffie gehad. Toen straks hadden we natuurlijk de melding van de persoon, van de voertuigongeluk waarbij twee personen een beetje ruzie waren aan het maken. Liep die een beetje lekker? Ja, ik moet wel even inkomen en ik moet eerlijk zeggen, dit is niet helemaal hoe een artikel achter een aanrijding wordt afgehandeld, maar het komt wel redelijk in de buurt. Nou, goed genoeg. Ja toch? Blijft ook een spel geloof ik. Hè? Ja, daarom. We proberen alles natuurlijk zo realistisch mogelijk na te doen. Wilt niet altijd lukken. Maar als dat wel zo ging, dan waren we wel politieagent geweest in het echt. Gelukkig ben jij wel erbij. Ja, nu is 22-2, echt 22-2. Hoe zijn wij natuurlijk? 22-2, zeg het maar. Ja, of jullie willen gaan, Dokhavenpark. Klein jochie gespot met een vuurwapen, zwaar vesten aan. Ik ga meerdere eenheden koppelen. Nogmaals, Dokhavenpark, jochie gespot met een vuurwapen. Ja, 2202 ontvangen, we gaan vesten aan doen, hè. Oh, CD 2202. 2202. Ja, we hebben onze vesten aan. Heeft ze dan een locatie? Ja, nogmaals, Dokhavenpark. Zou vooraan het park lopen. Er zouden meerdere mensen in het park zijn. Het is niet bekend of er mee geschoten is, wat dan ook. Graag iedereen de toestemming te plaatsen. Ja, dat is ontvangen. Even voor mijn beeldvorming, welke collega's rijden er mee? En hebben we nog contact met de melder? Contact met de melder is verbroken. 22-3 en de 22-1 en de 22-4 rijden mee. Waaronder ja, een onopvallende eenheid. Stel voor op de hoek even rendezvous met alle eenheden. Ja. Ik hoor ze nog niet reageren. Hebben ze het meegeluisterd? Ja, positief. Ja, positief. Ja, positief van Rijnd. Ik ben ook ontvangen. Oké, dan zijn we hier al bijna. Zullen we hier even wachten? Ja, lijkt me wel handig te veel backup hebben. Ik zet even groen aan, hè. Dat is geen groen. Dit is groen. Is dat groen? Oh ja, ja. Oké, okay, plan van aanpak. Ja, ik neem aan, ook al is het een kind, gewoon een beetje gevee. Zo, dat is de eerste ene dan. Ja, was het echt een kind of een klein persoon? Dat kreeg ik niet helemaal goed mee. Zou ik nog eens vragen? FC 2201, 2. 22-2. Ja, heeft u een signalement van de persoon en betreft het een kleine man of echt gewoon een kind? Ja, signalement kwam niet goed door. Het zou gaan om een klein persoon. Het zou gaan om een kind. Oké, okay, kind. Oké, ja, toch veiligheid voor. Ik zie er een onopvallend voertuig hebben. Misschien even zicht nemen. Ja, positief. Ik zal een kijkje nemen. Gaat nog een eenheid komen? Dat is wel. Ik hoor er nog een. Ja, laat het onderval voeren als op positie. Ja, als je anders gaat kijken. Ook C, de 2202 nog even. 2202? Ja, ik weet niet of toevallig de Zulu in de omgeving is, dat hij even mee kan kijken. Of is hij er niet? Ja, de Zulu is op dit moment niet boven Rotterdam. Ik ga kijken of ik er eentje die kant op kan krijgen. Ja, maar wacht even tot de bevinding van de collega's en burger. 04 voor alle eenheden. Ik heb momenteel inderdaad een klein persoon gespot. Heeft een persikachtige kleur aan t-shirt aan, een zwarte korte broek, iets wat lijkt op een groen petje en donkere schoenen. Draagt iets op wat lijkt op een vuurwapen van handformaat in de rechterhand. Ook momenteel bij een soort tentje. Ik zal van de parkeerplaats afgaan om niet op te vallen. Ja, dat is ontvangen. Ook C, denk een BTGV inzetten? Ja, positief BTGV. 22-3 voor 22-4. Heb jij gezien of er nog een andere invang is? Nog niet daadwerkelijk gezien. Die is er volgens mij wel open. Aangezien hier heel weinig voertuigen staan. Dus ik denk dat er nog meer mensen zijn via andere voertuigen. Persoon loopt er de collega's hier rechtsboven meteen.
Gelijk nader over. Ja, ja, actie jongens. Politie klauwen! Wat is dit? Handen wat zin, omhoog! Wow, wat is dit? Met het wapen vallen! Waarom? Het vallen wapen. Het wapen vallen! Omdraaien. Wat is dit? Knieën zetten. Jongens, denk aan de vuurlijnen. Waarom? Wat gebeurt hier? Even kijken, wie gaat hem boeien? Ja, Ik ga hem boeien. No. Ja. Zijn er steeds vuurwapens omdraaien? Zijn er steeds vuurwapens op je gericht? Wat heb ik gedaan man? Ja, wapens weg jongens. Okay. Auw, niet zo strak. C2201, eenmaal aanhouding. 2, sorry. Eenmaal aanhouding ontvangen. Kijk, waar is het vuurwapen? Auw. Ja, ik was ook aan het zoeken. Waar heeft hij mee gehad jongens? Ja, hij heeft hem hier, ik heb hem. Kijken. Kast neem hem even mee. Ja, ik zal de bus wel 4 voor rijden. Weet iemand, collega en burger, waar zat hij precies? Kwam hij ergens vandaan? Nee, maar ik heb hier het vuurwapen in ieder geval. Gaat om dit Hij liep in ieder geval hier, kan hier eens kijken. Verder nog dingen heeft. Ja, yes. Ik weet niet of hij alleen was verder. Ja, hij was wel alleen. Hij kwam vanaf links aanlopen. Vanaf daar. Dit gezien. Is dit normaal? Meneer, zo, we moesten even voor de veiligheid even handelen. Maar u bent in ieder geval aangehouden op het verdenken van het bezit van een vuurwapen. Vuurwapen? Ja, u bent niet te antwoorden verplicht. En u mag een advocaat raadplegen. Mag ik heel graag hoe oud u bent? Ik ben 11. U bent 11, oké. Dat is wel heel erg jong. Gaan we ook uw ouders even in kennis stellen. We gaan even naar het bureau. Heeft u de telefoonnummer van uw ouders? Kunnen we die bereiken? Eigenlijk niet. Oké, dan gaan we dat zo nog uitzoeken. Zijn hun hier in het park aanwezig? Nee, die zijn thuis. Die wonen daar ergens. Waar? Daarachter. Niet in de buurt hier in de straat. Ja, daar ergens, ja. Okay, misschien kunnen eenheden even daar naartoe. Is even die... geen maar het is geen vuurwapen. Wat is het nou wel? Een balletjespistool. Een balletjespistool? Oké. Okay. Van de kermis van vorige week. Ja, mijn collega. Hadden we hem afgevonden jongens? Mijn collega hier voor je heeft hem vast. Oh sorry, dat is hem. Oké, okay, helder. Collega, wat is het? Ja, ik heb de clip eruit gehaald. Er zitten inderdaad witte balletjes in. Gaat niet om een echt vuurwapen lijkt het zo. Ook geen kruidsporen. Plastic voelt heel licht aan. Okay. Wel echt gelijkend. Ja meneer, we gaan even naar het bureau. Laten we even uw ouders komen. We gaan even een goed gesprek houden. Maar ook, u ziet het gevaar van een nepvuurwapen. Of een gelijkend op. Ja, dan gaan we toch handelen. Dus je mag even meelopen. Naar beneden. Oh. Misschien kunnen we je handboel halen. Ja, we kunnen hem anders in die bus zetten. Oh, die bus kunnen we even in die bus zetten. Ja, we zullen de handboeien afdoen. We nu wel even nog gewoon met ons meelopen, ja? Ja, dat is goed. Ga ik wel mee naar politie door? Ja. En dan gaan we even je ouders bellen, die komen zo snel mogelijk die kant. Oh. Mag je even achter in de bus gaan zitten? 22.03, Gabriel. Ja, heeft mij weer op een 1 of. Ja, ontvangen. Zijn we richting bureau? Ja, ik heb daar niks meer aangetroffen in ieder geval. Waar hadden wij de auto neergezet? Die ja, hier, maar die is weg. Maar zo snel als ze weg is, zo snel hebben we hem ook weer. Ja. Nou ja, Willem. We hebben zojuist iemand aangehouden met een nepvuurwapen. Misschien kun je daar eens wat over vertellen. Want ja, hij was roze. Is dat nou zo ernstig? Was het wapen roze? Dat had ik niet meegekregen. Hij had een roze kleur in ieder geval, zag ik. Maar hij leek wel echt op een vuurwapen. Nou ja, kijk, als hij nou weer roze is, dan vraag ik me af of de melder dat wel goed gezien heeft. En ik denk, als hij echt knalroze was, dat we als politie niet in het echt zo verhandeld hadden. Oké. Okay. Maar volgens mij was het meer gelijkend op, ja. Lastig blijft, ik snap dat het sommige dingen wel toegestaan is, maar op straat ze soms van echt niet onderscheiden.
Nee. En als politie traint natuurlijk altijd op met het idee dat het een echt is, voor de veiligheid. Mm. Dus eigenlijk zeker voor ouders, ja, kijk goed uit met wat je kinderen de straat op stuurt. Maar als je hem op de kermis kunt krijgen, kunnen wij er dan vanuit gaan dat je hem ook op straat mag gebruiken? Want je krijgt hem gewoon op een iets wat in Nederland is toegestaan, een kermis. Is niet verboden, toch? Nee, op zich niet. Sommige wel, en dan gaat het ook als illegaal onder de toonbank of iets net buiten het zicht om. En sommige zijn wel gewoon legaal als bijvoorbeeld te verkopen. Meestal zijn het geen balletjes persoonlijk dan. Hmm. Maar wat ze dan wel eens doen, er zit een oranje dop op bijvoorbeeld. Of ja. Iets, of wel ander kleurtje, maar dan maken ze hem zwart met een filz of een spuitbus. Of ze haalt die oranje dop eraf, ja, dan wordt het al gelijk het opvuurwapen. Ja, en dan zeker in het donker kun je toch best wel wat mensen van afschrikken. En dat gebeurt helaas ook wel eens. Ja. En daar hebben jullie mooie campagnes over gemaakt. Zien jullie na de campagne dat het al minder is? Of kun je daar nog geen uitspraak over doen? Oeh, dat durf ik niet te zeggen. Die cijfers heb ik niet zo. Maar ik heb inderdaad heel veel op Twitter en zo voorbij zien komen. Dat ze inderdaad iemand werd aangehouden met een nepvuurwapen. Ja, wat je vaak ziet is na de zomervakantie dat mensen dan terugkomen uit Spanje of Frankrijk of weet ik veel waar. En in heel veel landen kun je daar legaal van die balletjespistolen kopen en die nemen ze dan mee. Ja. Met al goede bedoelingen zijn, maar tenminste dat voor de lol. Maar ja, hier in Nederland is gewoon strafbaar. En dat bewust te maken probeer je natuurlijk, zeker na de zomer zie je vaak die campagnes weer de scholen weer een beetje beginnen. En ik heb begrepen dat vooral in de grote steden is het wel meer of ja, een ding. Ja, want ik moet eerlijk zeggen, ik heb vroeger ook zo'n ding gehad en die had ook zo'n oranje dop. En die wil ik er maar al te graag eraf hebben, is me alleen nooit gelukt. Maar nee, nu snap ik wel wat gevaar is. Als inderdaad iemand denkt van ja, waar loop jij nou mee rond? Dan had het voor mij heel anders kunnen aflopen vroeger. Ja, en ik denk ook, je moet voor de grap eigenlijk eens een keer goed neuzen op internet. En dan bijvoorbeeld overvallen op straatrover en dan met nepvuurwapens. Hoeveel straatrover er wel niet gebeuren met nepwapens. Ja. En soms zijn dat hele leuke speelgoedpistools. Dus dat geeft me aan dat bij zo'n slachtoffer hoe reëel zo'n wapen dan overkomt. Ja, zeker. Ja, denk ik dat je als slachtoffer ook wel denkt van hij is nep, je werkt toch maar mee, want stel dat hij toch ergens. Ik denk dat dat de beste optie is. Ja. Ja. Veiligste optie meestal. Natuurlijk jammer dat het nog steeds gebeurt. Ik hoop dat het minder wordt. Ik hoop dat de campagnes iets opleveren, maar voor mijn gevoel wel. Maar ja, nogmaals, we kunnen er nog geen uitspraak over doen, zoals je al zegt. Ja, ik weet niet of je het ook helemaal weg kunt krijgen. Het zal altijd wel blijven, maar als je maar zorgt dat er bewustwording is. Ja. Dat zeg maar, de mensen die het bewust doen, die hou je toch niet tegen. Die gaan het wel zoeken en die gaan dat regelen. Maar er zit natuurlijk een hele grote doelgroep die het soms ook met een spelletje onbewust of als een grapje, die probeert natuurlijk te waarschuwen. Want als je dat inderdaad, daar gaat het om, hè? Als je zo'n dingetje wint op de kermis en je vindt dat die oranje dop niet stoer en je haalt er wel eraf en je denkt met je vriendjes buiten spelen. Of vriendinnetjes. Ja. Ja, vooral staan er allemaal politie met getrokken wapens. Ja, dan schrik je natuurlijk wel helemaal het lipblazers. Ja, zeker. Nou, dan gaan we eens... Moet deze jonge man ook in de cel? Of zetten we die in een voorkamer? Nee, minderjarigen gaan in principe... Ik zeg in principe niet in een cel. Is niet helemaal waar, maar zeker ze zo jong zijn. Ja. Maar onder de 12 kun je hem ook strafrechtelijk niet vervolgen, dus je kan helemaal niks. Nee? Nee, in dit geval kun je eens wat je doet, ouders bellen. En dan kun je het gesprek hebben. Ja, en als die ouders snel zeggen van ja, lekker belangrijk, dan kun je er niks. Ja, die heb je er ook bij zitten geloof ik. Mm-hmm. Nou goed, we nemen nu even mee. Zetten we hem binnen neer. Gaan we de ouders bellen. En dan gaan we... Ja. Oké, mag je meelopen? Ja. Het in het systeem zetten. Ik was wel een beetje bang eigenlijk. Was je een beetje bang, ja? Ja. Ja, het is een beetje... Nou, ga binnen, even praten. Ook collega's in Broodhuis. Ja, neem ons hier in de hal even plaats. Ja. Of niet? Ja. Ja, zeker. Ja. Jongeman? Oh, ja. Kom maar weer zitten. Ik begreep van mijn collega aan de bus dat hij jouw gegevens al had, dus we gaan even je ouders achterhalen. Ja, dan gaan we een gesprek met je ouders aan. Hey, dat wapen dat neem je wel in beslag. En dat zal vernietigd worden.
En dan moet je straks even je ouders vragen of, die, of dat mag, of ze, zo, of ze afstand van doen. Maar wat vind je er zelf nou van? Ik was een beetje bang, maar ik was gewoon aan het spelen, dus ik wist niet dat ik mensen bang zou maken. Ja, er was dus inderdaad wel iemand die belde 1 en 2 en die dacht dat je gewoon echt vuurwapen bij je had, joh. Maar ja, hij was gelukkig niet erg. Gelukkig niet, anders hadden we iets ander gesprek hier zo. Denk maar ja, heb je er zelf aan het lopen knutselen het wapen of heb je hem echt zo gehaald in de winkel? Nee, ik heb hem zo gekregen van de kermis. Oké. Okay. Is goed. Nou hey, ja, we wachten even op je ouders en dan kun je straks met je ouders gaan. We hebben een gesprek met je ouders erbij en dan moet het goed komen. Ik hoop het. Ja. Kan wel lukken. Ik hoop dat ze niet te boos worden.